is zwanger. Het buikje vergeleken met die van mij. Het buikje. Wij hebben morgen een fotoshoot bij Cooper gepland voor de announcement pictures. Ja, zo? Ja, geweldig zo. Maar ik heb wel heel veel mensen dachten van, was het wel gepland? Jullie kennen elkaar pas net, noem maar op. En we mogen eindelijk vertellen. Wijnen wordt verkocht bij... Oh, dit is zo leuk, jongens. Reiners in the house. Onze Reiners Corner in Amsterdam. We zijn echt onwijs trots. Zoals jullie weten, met het begin vlog hadden we heel veel doelen al. En daar was één doel van, de Bijenkorf. Dat is nu een vinkje. Oké, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het duurde weer wat langer aangezien we hadden beloofd dit regelmatig weer elke zondag te doen. Maar er was big news. Dus wij moesten heel even bijkomen van alle reacties en voor jullie alles filmen. Ja, en er waren nog wat andere privé dingetjes gebeurd. Ja. En overlijdenen en diers overleden en personen. Dus het was een beetje allemaal veel. We hadden beloofd inderdaad niet meer een zondag te skippen. Maar af en toe zijn we ook maar mensen. En ja, kwam het gewoon eventjes niet uit. Dus vandaar dat we hier weer een extra lange weekvlog voor jullie hebben gemaakt. Wat je allemaal deze week op gaat zien is dus een Q&A over Shield. En ik over allebei onze zwangerschappen. Dit hebben wij via Instagram jullie vragen doorgenomen. Jullie gaan mij aankondigen zien natuurlijk op de baby shower en de fotoshoot bij Cooper, hoe we dat hebben gedaan. En we hebben ook nog ander groot belangrijk nieuws, want we zien ook in deze vlog voorbij komen de pop-up store samen met Reiners X Bijenkorf. En hier gaan we nog veel meer vragen van jullie beantwoorden. Dus ben je nou benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren, want de views gaan sky high. En dat vinden we super leuk om te zien dat jullie zo geïnteresseerd zijn. Want we hebben heel veel moeite en tijd stoppen in deze vlog. Dus love Reiners. Oh jij, kom eens hier. Ben jullie tot 3, 2, 1 af? Ja. Okay. 3, 2, 1. Wij zijn zwanger! Ik wist het! Ik wist het! We hebben het allemaal gedeeld nu. Op social media moet je bij gaan. Stil, dat wil ik allemaal tegelijkertijd. En mensen worden gek. Oh my god. Ik film dat Jules en Mike samen op de bank zitten bij mama thuis om het aan te kondigen. Ja. Hoe voel je je nu? Momenteel naar alle... Nou, ik was voornamelijk heel erg benieuwd hoe iedereen zou reageren. Op zich maakt het voor ons persoonlijk niet zoveel uit, maar ik heb wel heel veel mensen dachten van, Dus het is ook de vraag, was het wel gepland? Jullie kennen elkaar pas net, noem maar op. Viel reuze mee hoor, die reacties, want iedereen was echt heel erg lovend. Maar ik heb Mike al sinds ik geboren ben. En wanneer het goed voelt, voelt het goed. Wanneer het goed voelt, voelt het goed. En het is dus wel gepland. Ja, ik ben gestopt met mijn 25e verjaardag in mei. Dus dat het zo snel gebeurde, kan je natuurlijk niet plannen. Nee. Maar nu is het wel heel leuk dat we maar 3 maanden schelen. Want ik ben over een weekje 4 maanden en Marie 7 maanden. Ja, onze beide zwangerschappen waren wel gepland. Maar we hadden natuurlijk nooit het besef gehad dat je tegelijkertijd zwanger kon doorwaken. Ook omdat het natuurlijk gegund moet zijn. Ook alles eigenlijk. Dit kan je niet vooruit plannen dat je tegelijkertijd zwanger bent. Nee, ik kreeg heel veel vraag, is het gepland? Dus zeker, ik wilde wel een kindje krijgen, maar dat binnen een week zou lukken. Dat is echt een lucky shot. Ik was ruim een jaar bezig en Jules een weekje. Dus vandaar dat het eigenlijk nu precies, ja, voor ons is het heel erg leuk. Want het scheelt straks maar 3 maandjes. Het voelt voor ons echt als zusjes. Ik denk dat het een meisje wordt. Ja, maar die zei dat het een meisje wordt. Ik weet dus ook nog niet wat het wordt. Hoe voel ik me? Ik voel me een beetje misselijk af en toe, maar dat hoort erbij. En voor de rest ben ik eigenlijk gewoon nog aan het werken en alles aan het doen. Tot nu toe heb je dezelfde symptomen eigenlijk wat ik had met mijn zwangerschap. Alleen het enige verschil is, ik heb meer buik, had ik in het begin. Ja. Mijn placenta voor ligt, van jou achter. Ja, ik zou even gaan staan. Ik kan nog even je buik update laten zien. Dit is momenteel het buikje vergeleken met die van mij. Het buikje. Dus ja. You cannot see the baby yet.
Bibi? Nee. Nee. En ik ben over een week 4 maanden. Dus ik vraag me af en toe af. Ja, ik heb echt wel een buikje. Het is wel een buikje, maar niet dat je nu echt... In het begin heb je sowieso meer een eetbuikje dan echt een nee, het is niet dat mensen tegen mij zeggen, oh wat leuk, je zwanger, je ziet het. Nee, bij mij was het wel wat meer. Ja, dus maar dat is het enige verschil nu. Nu je het wat meer kan loslaten, iedereen het weet, zeggen ze als je bewuster wordt dat je dan ook wat voller wordt meteen. Dus misschien ga je het dan. Ja. Dus ik ben benieuwd, maar ja, tuurlijk zijn Mike en ik helemaal. Maar ik ga het thuis met hem ook nog voor jullie opnemen hoe wij ons nu voelen. Want ik vind het stom om het in mijn eentje op te nemen. Ja. Oké, okay, Mike, waar zijn we mee bezig? We are painting a little coat. En wat staat er op? Draai zo, Mike. Sensatie. Dad! En hier hangt de mom. Zijn we zelf aan het beschilderen? Nou, eigenlijk Mike, ik doe helemaal niks. Want wij hebben morgen een fotoshoot bij Cooper gepland. Voor de announcement pictures. Mom en dad. We geloven het nog steeds niet, hè Mike? Kijk, Mike is natuurlijk al papa, maar ik word mama. With this lad. Nou... En we hebben mijn Cooper shoot gepland. Ik ga bij Har make-up doen. Grappig is dat Har helemaal van niks weet nog dat ik zwanger ben. Cooper ook niet. Dus Cooper gaat het morgen zien. En de rest vertel ik het eigenlijk pas bij Marie der baby shower. Dus zo spannend. Ik ben benieuwd hoe Cooper gaat reageren. Ik denk dat hij echt zegt, nee, wat leuk, wat enig. Wat denk jij? Geen idee. Ik heb mijn haartjes gedaan bij Ambiance. Wie weet het nu dat ik zwanger ben? Het enige in mijn familie en zijn familie. Ik heb het nog tegen niemand gezegd van al mijn vriendinnen niet. Maar ik wil gewoon iedereen bij de baby shower van Marie. Want ik ben dan precies 3 maanden om het te vertellen. Het was niet gepland, maar het komt wel zo goed uit. En dus iedereen daar die ik ook eigenlijk het zou willen vertellen. Dus dan is het in één keer bam, hè? Marie de baby shower, dat ik dan precies 3 maanden zou zijn. Ja, zwanger worden wel. Nee, dus het komt nu eigenlijk heel mooi uit. Marie vindt het super knap dat ik mijn mond kan houden. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om het op film te hebben hoe iedereen reageert dat ik zwanger ben. Ja, ik vind het zo stom te zeggen dat wij zwanger zijn. Wij zijn zwanger. Oh, wij zijn zwanger. En dan horen wij eind augustus wat het wordt. Oh, het is zo nerve-wracking. Jongetje. Hè? Een jongetje. Dat is gewoon de eerste shot en die was raak. Ja. Dus dat hoor je heel weinig. De namen hebben we wel voor zowel een jongen als een meisje. Voor zelfs een tweeling, hè. We hebben de namen al voor 3 kinderen. Dus dan kunnen we hierna meteen doorpakken. En voor de rest weet niemand het gewoon nog. Alleen deze vlogcamera. Mom. And dad. The sun and the moon. Because you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Zo, jongen. Oké, draai eens om. Helemaal recht, even naar voren kijken. Ik wil aan die kant. Nou ja, haar mouw is aan die kant alleen beschilderd. Leuk jongens. Ik vond net hoe Mike jou vast het ook leuk. Dat je alleen Mike zijn rug ziet en jij, of vond je het niet leuk? Ik vind het. Nee, maar dat zie je toch nooit op de foto's of wel? Nu op zijn rug zit, zie ik allebei op zitten. Oh ja, maar dan zie je niet het jasje, dat niet. Oké. Okay. Ik dan. Slink. Waar is dat ding? Ja. En dan die foto een beetje, even kijken. Die armen. Een beetje naar beneden, die armen kan dat? Dat je niet in dead staat. Nee, nog meer? Ja, zo? Ja, geweldig zo. Is dat leuk? En Mike kan toch wel naar jou toe kijken, of niet? Ja. Ja, als moet je een beetje draaien. Waarom is jullie zwanger eigenlijk? Niet je armen op dit. Mooi dit hoor, want ik heb serieus mijn camera nu. Mooi. Prachtig. En Mike, gewoon ook een beetje naar de camera kijken. Kan dat met je hoofd? Nee, ik heb het niet nodig joh. Oh, oké, niet nodig. Sorry. Oh. Nou, dit wordt heel leuk. Even mooi rustig kijken naar mij. Vanwege de vele vragen hebben wij iets heel leuks voor jullie bedacht. Wij hebben namelijk via Instagram gevraagd wat jullie van ons wilden weten. En het was eigenlijk alleen maar zwangerschap, zwangerschap, zwangerschap. Ja. Wat wij ook heel erg leuk vinden. Want wij hebben het ook alleen maar onderling over de baby's kleding. Wat we allemaal nodig hebben. De testen die allemaal doen. Ja. Dus ik heb een paar vragen kunnen selecteren. Het waren er echt heel veel. Dus over het algemeen zal ik ook algemene vragen gewoon tussendoor voor jullie beantwoorden. Maar ook de vragen. Oké, okay, een vraag van Senna Del Nij. Laagstreepje, x laagstreepje. Wanneer Marie is uitgerekend? Ja, mijn due day is 15 november. Dus ik heb nog 2,5 maandjes te gaan. Ja, en mijn due date is 12 februari. Is de verjaardag van Olibi. Ja. En ik hoop zelf dat het 2 dagen nog blijft zitten. Zodat het op Valentijn is wel een mooi geval. Omdat het een liefdesbaby is. Het is echt een love baby. Dus ja, we schelen echt 3 maandjes. Ja.
Maar 3 maanden. Maar 3 maandjes. Dit is van april, not May. April, not May. April, not May. Zijn jullie lang bezig geweest om zwanger te worden? Nou, in principe is het niet lang hoe lang ik ermee bezig ben geweest. Aangezien dit de normale tijdsperiode is eigenlijk. Wat ze daarvoor geven voordat je vruchtbaar bent en alles dat je lichaam is. Maar ruim een jaar. Maar wel echt ruim een jaar. En de laatste maanden heb ik wel echt met ovulatietesten gecheckt. Toen lukt het eigenlijk meteen. Mijn advies, als je er iets meer haast bij hebt, zal ik gewoon eerder ovulatietesten kopen. Maar het moet je ook gegund zijn. Gezond lichaam, dus ja, dat is natuurlijk allemaal niet vooruit te plannen. Bij mij eigenlijk, ik zat wel gewoon aan de pil. Dus het is niet zo dat ik niet meer aan de pil zat. Ja. Ik ben eigenlijk begin mei, was ik niet meer ongesteld. Of moest ik weer beginnen aan de pil. Toen dacht ik, nou weet je, ik word 25. Ik had met Mike erover gelegd. Die wordt bijna 30 volgend jaar. Ja. Ik wil nog heel graag een kindje erbij. Dus ik zeg, nou, dan stop ik gewoon met de pil. En dan zien we wel. Hoe het loopt. Hoe het loopt. En ik ben volgens mij rond 11 mei zwanger geraakt. 11, 12 mei, zoiets. 13 mei. Ja. Dus ja, bij mij heeft het helemaal niet lang geduurd. En daar ben ik op zich wel blij mee, want ik ben niet zo van het plannen. Nee. Daar word ik ook altijd een beetje nerveus van. Dus zoals nu heb ik ook nog steeds helemaal niks gepland. Alles op je af laten komen. En ik zie het wel, iedereen die kan het. En iedereen wordt moeder. En dus ik heb Marie, die loopt me voor. Dus ik heb alle testen, niptesten en zo allemaal gedaan. Dus die houdt me een beetje in bedwang wat ik wel moet doen. En qua gezond eten, we roken niet, we drinken niet. En we eten al zo gezond mogelijk. Dus we hebben al gelukkig een heel gezond lichaam. En onze leeftijd zijn ook nog jong, dus dat helpt ook mee. Ja. Dus in dat opzicht zijn we gewoon wel, ben ik wel natuurlijk wel bewust bezig met wat ik eet en sport. Ja, dit hebben we heel veel vragen naar gekregen. Van Mickey Gitano. Gaan jullie nu ook babykleertjes maken met Reiners? Nou, wij hebben altijd gezegd, we kunnen geen babykleding maken voordat we onze baby hebben gehad. Tuurlijk kan het wel, ik bedoel, ja, alles kan. Maar nu ga je zelf ondervinden wat we eigenlijk missen voor de baby, wat we bij onszelf ook hebben, bij ons damesmerk. Ja. Dus ik heb nu al eigenlijk wel bij de fabrikanten opgevraagd naar Marie Ruffel natuurlijk en twinsetjes in maat 1. Omdat ik dat gewoon te beeldig vind en ook wil uittesten of het eigenlijk allemaal draagbaar is voor de baby en ook het trekkingpakje. Maar ik denk ook dat er een wat goedkopere lijn zit aan te komen voor de kindjes, dat het niet zo hoog segment is, echt voor de baby's. We dachten misschien aan een leuke giftbox. En met gewoon een rompertje, een speentje en een doekje. Dus als jullie misschien leuke ideeën voor ons hebben wat mommy's to be nodig hebben. Of zo'n hydrofiele doek, zo'n lekkere grote doek voor de dus baby. Dus ja, als, wat ik zeg, nu zitten we er meer in. Dus dan krijgen we ook meer verstand van. En ja, voor baby's moet je natuurlijk ook een heel veel veiligheidsmaatregelen denken voor de kleding. Ja, dus we gaan er zeker wat over nadenken, maar het is zeker geen nee. Er komt zeker wel wat aan. En dan was de volgende vraag ook meteen, wat nou als ik een jongen krijg? Ja, hoe gaan we dat doen? Komt er dan een jongensklein? Unisex misschien. Nou, ik denk wel, dat hebben we al heel vaak gezegd, voor mannen weten we ook al precies wat we zouden ontwerpen. Dat het er wel sneller aan zit te komen als ik een jongetje krijg, dat we dan ook iets meer voor jongens gaan maken. Ja, sowieso. Dat wel. We willen namelijk wel twinnen. Maar dan zullen we eerst met een try-out beginnen of iets. Dus dat, maar ik weet nog niet wat ik krijg. Dus ja, wat we krijgen. Wij zijn lekker aan het varen. Heerlijk aan het varen op de boot. Ik draag de Reiners bikini. Wat een deertje. Ja, ja. Oh, daar gaat hij hoor. Una, dos, tres. Wil je ringen? Oh. Oh, Oosje, ga je ook zwemmen? Gaat alles goed? Oh nee, hi! Oh. We lekker door Haarlem varen. Hi Ocean. Wie ben jij? Ocean. En hoe oud ben jij? 4. 4. En 5. Ben je 5? Nee, je bent 4. Ettertje. Wij gaan even een ijsje halen. Bij Caron, gezellig. Oh, bukken. Zo, we zijn net klaar met varen. We hebben echt heerlijk gevaren met Hardy, Jerome, Mike en Sjoeltje. En Jamie en ik. Ik doe heel even. Maar ik heb gezwommen en ik heb nu water in mijn oor. Dus ik hoor mezelf echt heel slecht. We hebben heerlijk in de zon gezeten. Jij ziet niet aan mijn gezicht, want ik ga niet met mijn gezicht in de zon. Ik heb ook de hele dag een badpak aangehad voor mijn buik. Anders krijg ik zwangerschapstreamen. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Want wij krijgen vanavond ons meisje te zien via een 3D echo. 3D? Ja, volgens mij is het, heet het zo. We zijn heel benieuwd of je al heel goed het profieltje kan zien. Ze heeft gezegd, als je extra veel water drinkt, dat je vruchtwater helderder is. Dus dan is het handiger voor de echo. Ik drink sowieso al heel veel water en thee. Dus dat voor mij was er niet zo heel veel verandering. En ik ben best zenuwachtig, moet ik zeggen. Echt, toen we hoorden dat we een babytje verwachten, ga je toch denken, hoe gaat het eruit zien? Heeft ze het neusje van Jai of het profieltje van mij? En de echo is soms zo eng en zo weer echt werkelijkheid. Dat ik best wel zenuwachtig ben. Het is nu 7:45. We moeten er 8 uur zijn. Het is maar eens om de hoek. Jij moet snel even douchen na het varen. Dus wij gaan nu kijken. Wat denken jullie? Lijkt het meer op mij? Op jij? Of is het echt een mengelmoesje? Heel spannend. En dat gewoon dan hier een mensje wordt gemaakt.
Ik krijg al steeds meer die stream, zie je dat? En trouwens, na de baby shower, een update. Ik bleef maar iedereen zeuren over de giraf, dat ik die in de kamer wilde hebben. Niemand was het mee eens, ze vond hem amper groot. Maar ja, you know me. Als ik iets wil, dan weet ik dat. En look, tada! Het valt dus echt reuze mee. Hij is super beeldig. Kijk nou, hoe leuk. En hier zijn alle rollen van de bekleding van de baby shower. En dat ga ik dus hier als behang gebruiken. Stroken. Ik ga dit weekend met mama dat doen. Dus dit is een update van nog een witte muur. En het wordt dan allemaal die Toy de Shore print van Dior. Zoals het bord. Mike heeft het helemaal voor mij gefotoshopt. Dat de print goed kwam met het olifantje en het girafje. Wat ik heel mooi vond. Dus dat komt straks ook op deze muur. En dan trek ik hem zo door in het midden. En denk dat ik dit wel heel rustig hou. En de kast staat er. Ik moet ook nog even de kast gaan indelen. Alle kleding alvast neergelegd. En de draagzak en de dozen van Dior. Cadeaus. Hou ik allemaal netjes. En ik heb nu... Oh, goed zo, Frank. Rafelt. Ik heb ook alvast mijn Dior kleed in mijn box gelegd. Hoe leuk. Ik weet niet of ik dit al had laten zien aan jullie. Dus ik doe voor zekerheid. Het is toch te beeldig. Kijk, het leuke printje. Oh. En dan het beertje en het konijntje. Nu is het helemaal af. Benen vuist. Ik ben. Ik ben nu weer bij Hey Babies. En ze komen er nu aan. Voor bij onze echo te kijken. Het is stik heet vandaag, dus ik heb nog mijn outfitje aan van het verhaal. Ja. Kijk, een billetje omhoog. Zo'n darteldoosje. Ook zie je in deze vlog de babykamervoorbereidingen. Hoe gaan de voorbereidingen? Nou, wij hebben al de gordijnen opgehangen nu. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb nu ook al mijn baby shower cadeautjes laten zien aan jullie. Hoe ik dit in mijn kamer heb verwerkt. Ja, en ik kreeg ook wel veel reacties dat het niet echt normaal is natuurlijk. Die Dior cadeaus. Maar we hebben genoeg spulletjes van de Hema, van de Zara, noem maar op. Het is niet zo dat we ons kind alleen maar gaan opvoeden met merkkleding. Nee, maar ik had het toen ook uitgelegd. We waren met 50 man. En juist deze dure cadeaus moet je doen met zoveel man. En daarvoor heb ik het gedaan. Ja, hij heeft gewoon echt een kronkel in zijn kop. Nou, ik heb een stinkje uitgelaten. Sorry, je moest gewoon even plassen vanuit. Hij zo druk was. We're back to business. En waarvoor je nog steeds druk is. Oké, dus betreft de babykamer is er nog volle gang. Het is nog niet de totale look. Mijn schoonouders gaan vandaag plankjes ophangen. Ik ga schilderijlijstjes kopen. En dan ga ik het helemaal afmaken. Maar dat zal waarschijnlijk in de volgende week vlog komen. Ja, en ik heb nog helemaal niks gedaan. Nee. Hey, Marie en ik zijn weer en route. Yes. Eigenlijk gaan jullie vandaag meenemen naar een kijkje in onze nieuwste accomplishment. Iets waar wij echt onwijs trots op zijn. En we mogen eindelijk vertellen. Want Reiners wordt verkocht bij... Het komt in elk filiaal online. 18 augustus. Als jullie deze vlog zien, dan liggen wij dus al in de winkels. Voor jullie even de winkels op een rijtje. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Amstelveen en Utrecht. Ja, dat was het. You missed the one. En online. En we hebben in elk filiaal een andere kleur concept store gekozen. We hebben een super leuke pop-up gecreëerd. Dat we ook gaan meenemen in deze vlog. Dus we houden jullie op de hoogte. We zouden het super leuk vinden als jullie ons supporten. Om de bijenkorf te bezoeken. En dit te delen met ons via de Insta Story. Zodat we dit kunnen reposten. We gaan zelf natuurlijk ook langs. Doordat het corona is, houden we geen meet and greet. Dus je moet mazzel hebben als je. Als wij er toevallig zijn, dat jij er ook toevallig bent. Maar wij zijn dus nu onderweg om hele leuke content te maken. Voor de bijenkorf, Instagram en voor onszelf. De nieuwe collection. Zit in de achterbak. Dus we gaan jullie vandaag even meenemen naar Reiners X Bijenkorf. Oké, Marie en ik zijn onderweg. Met de mondkapjes van die kijkers. Het is niet verplicht. Echt wel. In de bijenkorf niet. Maar wij doen het wel. Voor de baby's. Voor de baby's. Marie heeft wel een test gedaan al. En die is negatief getest. We hebben eigenlijk gedaan wat in Zandvoort heel erg heerst. Voordat we hierheen gingen. Dus we zijn beide positief getest. Negatief getest. Jules gaat zich nu omkleden in haar favoriet setje. En ik heb nu het Tyra in het blauw aan. En al een leuk filmpje meegemaakt. Laat ik even zien wat er binnenkomt. En dit komt er onder andere allemaal binnen in de bijenkorf. Het is een kleine selectie dat we hebben meegenomen. We konden namelijk niet alles meenemen. We hebben namelijk de twin setjes met de roundneck en de twin set normaal binnen. De debbiedressen. De trekkingpakken eigenlijk in elk kleurtje die we hebben. Het Tyra wat ik aan heb. En ons all favorite setje wat Jules gewoon nu momenteel aan heeft in het crème. 3D artwork. Pakje. En dit is dan ook onze favoriete. Met het Tarsha setje met lurex. Love it. En je mouwtje moet even aan die andere kant nog goed gedraaid. Ik ben zo plakkerig. Ja, het is echt. We zien hier op baby. Even foto's maken. In het bloed zitten. Ja, wij zijn echt gek. Het nu is 28, bijna 35. Maar hier is gelukkig wel airco, hè? En het is beeldman. Gasten hebben het toen. Ja. Making pictures. Om leuk content voor de bijenkorf te maken. Ik wil hiervan.
en een little belly. Lekker van onder. En een little natte voet baby, maar nu echt een baby. En mijn belly zie je. Ik zie gewoon mijn eigen voeten niet meer, jongens. Weet je hoe raar dat is? Hallo. Nou, we zijn klaar met shooten. We gaan nu weer naar de lounge, ons omkleden. En dan hebben we alle content gemaakt voor de bijkorf. Ik wil dit dus thuis hebben, hè, die folie. Hoe leuk. Met de baby belly. Wij hebben al het content geshoot, hè Marie? In de blouse zitten. En we gaan nu de bijkorf verlaten. Misschien dat we nog even naar binnen gaan, maar dat weet ik niet. Betreft de bijkorf met de Reinerslancering. Hoe lang zijn we hier al mee bezig? Nou ja, Reiners, we zijn natuurlijk niet zo lang. Er zijn merken die nog steeds bezig zijn om dit überhaupt te behalen. Ja. Maar we zijn super blij mee. Ik denk dat we... Velen van jullie wisten wij dat een van onze doelen nog in Nederland was om de bijkorf te behalen. Ja. Die zeiden dat een... Ja, volgens mij hadden we dat een jaar geleden in onze vlog hadden dat gezegd. Dus, en nu is het eindelijk zover. Wij hebben nu een pop-up store in alle filialen van de bijkorf. En pop-up store betekent eigenlijk dat het nu vol met branding is. In elke kleur, elk filiaal wat anders. Maar de Reiners collectie blijft wel gewoon volledig goedkoop bij de bijkorf. Dus ja, heel veel meisjes dachten eigenlijk dat ik na die pop-up store dat het dan Reiners zou verdwijnen. Maar eigenlijk blijft het gewoon, als het goed is, voor altijd bij de bijkorf verkrijgbaar. Ja. En we hebben eigenlijk elke store een andere kleur. We krijgen heel veel leuke positieve reacties van jullie. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe jullie dit allemaal vinden. En we gaan proberen om zoveel mogelijk langs alle bijkorven te gaan. Ja, we hebben ons sowieso in de omgeving zit is Amsterdam, Amstelveen. Dus die gaan we sowieso natuurlijk bezoeken. En we hebben ook aan jullie gevraagd of je Instagram zoveel mogelijk leuke foto's en filmpjes voor ons te maken. Zodat we dit ook kunnen delen en ook een beetje kunnen zien hoe dit eruit ziet. Maar we zijn wel echt mega trots en vinden het heel leuk dat er over het algemeen echt positief wordt gereageerd. En in deze vlog gaan we langs bij de Amsterdam Corner, wat momenteel dus dicht is vanwege het coronavirus. Ja. Dat vinden wij natuurlijk ook jammer, maar ze gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk weer geopend te zijn. Dus we hopen dat we jullie ook weer kunnen verwelkomen in de bijkorf Amsterdam. En die is als enige de kleurencombinatie zoals het Reiners logo, dus wit met zwart. Ja. En de rest is in blauw, bruin en crème. En crème eigenlijk. Ja, dus we zijn heel erg blij. Dus als je benieuwd bent hoe de Reiners erbij hangt, blijf deze vlog even kijken. Blijf even kijken, hoe excited we zijn. Oké, Mary, wat gaan wij doen? Wij gaan as we speak naar de bijkorf. Want er hangt onze winter collection. Wij zijn echt super excited. Ik heb hak aan, dus daarvoor ben ik wat groter. Ja, we kunnen mama gaat mee, Mike gaat mee, Jam gaat mee. En we gaan even naar Amsterdam. Kijken hoe het erbij hangt. Kijken hoe het erbij hangt. Even alles goed hangen. Ik denk dat we gaan alles omgooien. Dat denk ik ook. Maar misschien ook niet, want ze hebben een topteam. Dus ik ben heel benieuwd. Dus Marie en ik gaan jullie vandaag meenemen. En we hebben nu net ook een how to wear vlogje of dingetje opgenomen. Dus we gaan jullie vandaag meenemen. Gezellig. Zo. Wij zijn bij de bijenkor. Welke afdeling zijn we eigenlijk? De vrouwenafdeling. Waar je binnenkomt. Yeah. Spannend. Ja. Naar rechts toch? Als het goed is, moet het goed opvallen. Maar of naar links. Ik ben het helemaal kwijt. Waar zijn we nog verkeerd? Moeten we naar één? Oké. First impression has made. Daar heb je de dolls. We kunnen ook onze pruikjes kunnen we halen. Onze pruiken. En dan heb je al die kubussen. En de frames. En dan die pilaars. Helemaal met branding. En dan de hele muur is met kopjes. En dan hier. Shion is alles al aan het goed hangen. Al tie-dye. Wat we hebben in de collectie. De pakjes. Oh, dit is zo leuk, jongens. Reiners in the house. We hebben ervoor gekozen om al die kubussen helemaal te bekleden met Reiners. Ze zijn allemaal helemaal bestickerd. En ook in verschillende groottes. We hebben deze groot gedaan, die wat kleiner. Oh, wat doe je? Sjoel gooit er een hand. Oh, Sjoel is ook weer de touch gegeven, hoor. Dit doe jij. Ja, dat is Sjoel. En daar is de kloot. Superleuk. Als ik hier sta, kan je dan Reiners kopjes zien? Oh, dan ga ik even door. Been verplaatsen. Zo leuk, jongens. Mijn set is ook bij de bijenkorf verkrijgbaar. We are so happy. In tijdsnood hebben we dit nog even bestickeren. Dus het komt allemaal met Reiners kopjes. En dit is dan van voor onze Reiners Corner in Amsterdam. We zijn echt onwijs trots. Een droom die uitkomt. Zo leuk. Love it. Om de bijenkorf te vieren, halen we Dunkin' Donuts. Voor morgen personeel en voor ons. Ik hoop dat je me hoort, want ik heb ook een kapje op. En me too. Me too. Zo. Laat.
goed. Jee, daar ben ik. Jules en ik zijn net klaar vanuit de Bijkorf. We zijn alleen nog in de Bijkorf Amsterdam geweest om te bekijken omdat het voor ons het dichtstbijzijnde is. Maar we zijn wel van planning om even naar Amstelveen te gaan en misschien nog wel even naar Rotterdam en de plekken van de Bijkorf wat voor ons wel gewoon te rijden valt. We zijn echt mega trots en willen iedereen bedanken voor de support van Reiners, ook die onze kleding draagt en die ook foto's maakt. En we zijn heel erg benieuwd hoe het zal aanslaan in de Bijenkorf. Wij denken zeker dat het een goede aanvulling zal zijn, ook bij het merkpakket wat ze al hebben. En Reiners moet daar gewoon, dit hoort daar gewoon. En zoals jullie weten, met het begin vlog hadden we heel veel doelen al. En er was één doel van de Bijenkorf, dat is nu een vinkje. We zijn super trots, we hebben ook heel hard voor gewerkt, ook ons team. Dus we willen iedereen bedanken daarvoor. En ik draag vandaag de twin set in het crème, in de maat S nog steeds. De babybelly gaat heel hard groeien. Ik had een paar dagen geleden de 3D-echo van ons meisje. Maar daar heb ik natuurlijk niks meer over gezien. En dat kwam omdat ze zich niet liet zien. Ze was eigenlijk in de verkeerde houding en we kregen haar maar niet goed. En ik ben nog één keertje geweest en was precies hetzelfde verhaal. En nu ga ik voor de derde keer morgen. Dus ik hoop dat we dan iets van het profieletje zullen zien. We zijn mega benieuwd. Echt, ze is heel eigenwijs. Net als de mama. En ik wilde je ook nog even een update geven betreft de baby shower. Ik had natuurlijk al die giraf laten zien aan jullie. Maar ik heb het nu ook nog wat meer aangepast. En morgen komt ook de kast helemaal in elkaar. En ga ik ook de kledingkamer ready maken. Ik heb namelijk het doek wat Mike voor mij heeft ontworpen als behang laten drukken. Nou, dit is gewoon een doek. En ik heb het nu gewoon als behang op laten hangen. Nou, ik vind het echt beeldig. Dus als je hier staat vanuit de commode, zie je zo mijn Dior-behang. En het bestond ook niet, dus ik vind het nu ook echt heel erg leuk dat ik dit nog een stukje in de kamer heb. Ik heb nu ook hier al Dior even neergehangen. Dus alle Missoni prints zijn weg. Dus het wordt steeds een beetje bij beetje een goed kamertje. Ook eigenlijk alle slaapzak wat ik heb gekregen voor mijn baby shower, de konijn. En de badhanddoek. Ik heb alle tassen nog eventjes bij mijn giraf neergezet. Vond het wel leuk. En de derde is de giraf. En de kast heb ik nog geen update van. Er zijn nog rollen die ik over heb. Eventueel voor mijn muren. Maar Jane vond het al druk genoeg zo. Dus we zijn al lekker bezig met de babykamer. De laatste loodjes. Volgende week krijg ik de buggy. Kinderwagen, hoe noem je dat? Ik moet wel nog even op zoek naar een goede luiertas. Maar dan hebben we eigenlijk alle alle aankopen gedaan. Ik moet alleen nog een eetstoel hebben. Dus jullie daar nog hele leuke tips voor hebben. Wat handig is. Vooral in gebruik. En nog ook wel een beetje er leuk uitziet voor je woonkamer. Dus eetstoel en een luiertas. Eigenlijk de twee main dingen die ik nog nodig heb. En natuurlijk de bijbehorende dingen. Als je niet zegt van we hebben nog tips. Je moet zeg maar echt nog ook nog voor na de bevalling echt die slippen kopen. En die onderbroeken en al dat oncharmante. Dat heb ik allemaal nog niet gekocht. Ik ben ook benieuwd wat hebben jullie aangedaan tijdens de bevalling. Ik zelf denk gewoon aan een kant een BH'tje. Sommige zie ik in t-shirts. Maar ik heb nu al heel veel opvliegers. Denk ik dat niet lekker vind. En helemaal naakt ben ik ook niet zo van. Dus ik denk nou misschien heb je daar ook wat leuke tips. Nou niet leuke tips. Maar vooral makkelijke tips over. Dus ja, ik ben nu 7 maanden. En het gaat nog wel erg snel nu. 2 maandjes. Voordat ons meisje er is. En jullie zijn ook heel erg benieuwd naar de naam. We hebben die naam wel al verzonnen. En het krijgt sowieso de achternaam van Jaime. Dus het wordt een Flamand in plaats van een Reiners. Dus het is wel gek omdat je altijd zelf Reiners hebt. Maar ja, toch een beetje hoe het hoort. En dan de namen gaan wij pas bekendmaken bij de geboorte. Daar hadden wij heel veel vragen naar. Wie denk ik dat bekend ging maken. Maar dat doen we pas bij de geboorte. Even kijken hoor. Ik moest het weer de oven aanzetten van Jaime. We waren namelijk aan het koken, Jaime en ik. Verse lasagne hebben we gemaakt met de groentes, courgette, een paprika, en tomaat. En prei. En wat zit er allemaal nog in, die wokgroentes. Alleen kwamen we erachter dat we de kaas vergeten zijn met boodschappen doen. Dus hij is nu kaas halen. Ja, lasagne zonder kaas, dat kan gewoon niet. Dus dat is weer mijn langer verhaal. Van Floortje X Pinkske. Is je zwangerschap al gelijk wat leuker als je samen met je zus zwanger bent? Dat was ook heel veel de vraag naar. Nou, ik vind het wel heel erg leuk om te delen. Ook omdat Jill nu wat meer begrijpt ook als je wat moeier bent. En ik begrijp nu ook van haar als ze wat misselijker is. Dan kan je elkaar heel goed aanvullen. Maar en dat leuker. Maakt ook, ja, ik vind het wel. Je kan alles veel meer delen. We gaan samen kijken naar babykamers, naar wagens. Ja, ik denk dat het pas leuk is als het allebei het kindje is. Maar nu, iedereen was al zo enthousiast. Ik was al zo enthousiast voor jou. Terwijl ik nog niet eens zelf wist dat ik zwanger was. Nee. Dus ja, tuurlijk wij is het wel leuk. Echt van de bollen. Ja. Nu echt alleen maar alles leuk. Ja, tuurlijk is het leuk en speciaal om samen met je zus zwanger te zijn, bedenk ik me nu. Het is wel hartstikke leuk, maar ik denk dat het leuker is als straks de baby's, de kindjes er zijn, dat ze samen kunnen zien opgroeien, want nu ja, allebei zwanger. En het is gewoon fijn, samen op vakantie, samen naar school, samen alle dingen, speeltuinen. Ja, het is gewoon te leuk. We gaan ze niet uit elkaar halen. Nee, nee. En dit is van Marit. Daar hadden we ook heel veel vraag naar. Marit 024X. Zijn jullie bang dat de bevalling pijn gaat doen? Natuurlijk gaat de bevalling pijn doen. Ja, in het begin was ik vreselijk. Vond het echt, ja, jij hebt daar heel veel moeite mee. Hè? Ja, dacht ik, dit kan ik echt niet. Ik zie mezelf dit niet doen. Dus heb ik heel veel bevallen met Bobby gekeken. En alle programma's die je maar kan bedenken. En naarmate je wat verder bent in je zwangerschap, dan ga je er zo naar verheugen dat ik er wat iets meer op ben ingesteld. Dat ik het ook gewoon kan. Maar ik vind het nu wel eng met corona, aangezien nu niet duidelijk is wie ik wel mag en niet mag meenemen. Dus of ik doe het helemaal alleen met mijn verloskundige, of mag wel met jij mee, of mijn mams en Shiro mee. Dus dat is nog meer een beetje dat ik twijfelachtig ben. En jij? Nee. Ik denk, ik moet er toch uit. Iedereen heeft het gedaan. En tuurlijk, het gaat echt wel pijn doen, want ja, het... Ja. Ik vind jij 10 centimeter.
nou ja, met die ontsluitingen. Ik wil, je weet zelf ook wel dat het... Maar rustige mindset helpt een hoop. Maar dus... ik denk niet voor niks dat vrouwen het doen. Want ik denk dat mannen het sowieso niet kunnen. En ik denk dat vrouwen daar gewoon op zijn. Ja, dus die zijn er gewoon voor gemaakt om dit gewoon krijg je, denk te ik. Kunnen. Ja, ik ben er heel rustig eigenlijk onder. Ik denk, ik zie het wel. Ik denk ook hoe meer ontspannen je bent, hoe makkelijker de bevalling kan zijn. Sowieso. Ja, hoef geen naam uit te doen, want bijna iedereen had dit gevraagd. Hebben jullie al babynamen bedacht? Jazeker. Jazeker. Ik weet al de babynaam. En ik ga jullie geen... Nee, geen idee geven. Alleen dat de achternaam wel Flamand wordt. Heel veel mensen vroegen namelijk wel, wordt het Rijns of Flamand, maar het wordt Flamand. Dus dat kan ik jullie wel meegeven. Ja. En qua naam, of ik het überhaupt ga bekendmaken, ja natuurlijk. Maar dat doe ik echt pas als de baby geboren is. En ik ben echt een flap uit. Dus ik vind het al heel dus knap. Dus Marie, stop nu ermee met praten. Ja, dat ik het voor me en had. Eigenlijk voor mij, Mike en ik dachten dat ik een tweeling zou krijgen. Ze hadden een tweelingnaam bedacht voor een jonge meisje. Voor twee meisjes of twee jongens. Dus ja, wij hebben ook allebei de namen al voor een jongen en een meisje. Ja, jullie zijn mega snel. Jullie zitten ook echt op één lijn. Op één lijn. En de naam wordt totaal anders. Dus als ik straks bevallen ben, linkt het helemaal niks met jouw naam. Dus dat is ook wel grappig. Nee, het is echt totaal. Ja, ik weet niet of iedereen. Jouw naam gaat iedereen denk ik wel mooi vinden. En onze naam is wat aparter, denk ik. Ja, voor mij is het ook best apart. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. In ieder geval, jullie gaan het meemaken. Ja. Ja, heel veel vroeger zeiden ook van, gaan jullie wel verhuizen nu je een baby krijgt? Tuurlijk wil ik ook verhuizen. Ja. Jij en ik zijn al 3 jaar bezig op Funda en op Marktplaats, voor mijn naam, met makelaars, om een huis te vinden. Maar aangezien deze tijd gewoon bijna niet te doen is om een huis te zoeken, maar we zitten prima waar we nu zitten. Dus de planning is wel, tuurlijk wil je huisje, boompje, beestje. Hè? Maar... Ja, maar het is niet zo dat je nu, waar je nu zit, dat je geen kindje krijgt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mij en mij. Ik zit nu in een superleuk appartement tot mijn huisje of ons huisje. Ja, je hebt al een huis gekocht natuurlijk. Appartement / office en dat is pas volgend jaar mei. En mijn baby is in februari, dus ik denk dat ik de eerste 3 maandjes gewoon lekker thuis ben met de baby. Wat is in mijn huurhuisje. En daarna gaan ik en Mike naar ons appartement, wat ook super gaaf wordt. Dus daar gaan we, hoe dichter het bij komt, ook veel meer over delen. Ja, dus we hebben de daar natuurlijk planning wel... zit er zeker in. En we hebben nu wel gerekening gehouden met 2 kinderkamertjes. Ja. En dat alles helemaal ready is voor de kindjes. Voor de baby's. Dit is van Isa Kruk. Waar kijken jullie het meeste naar uit? Ik naar hoe het eruit ziet. Ik ook. Eerst heb je van, als het maar gezond is. Dat is dan na de 20 weken, wanneer je wat relaxter na die controle echo. Dan ga je denken, wordt het een jongen of een meisje? En dan heb je daarvoor al. Ja, en nu zit ik zelf in de fase dat ik echt denk, oh mijn god, het kan echt alle kanten op. Jij was namelijk donkerbruin, donkere ogen en ik ben blond. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd of onze kindjes überhaupt op elkaar gaan lijken. Ja, en onze vriendjes gewoon... hebben wel altijd allebei een grote baard, donkerbruin ogen en donkerbruin haar. Maar ze lijken niet op elkaar, maar... We zijn heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Dus dat is eigenlijk wel waar we nu het meest op verheugen. Ja. We hopen dat jullie deze Q&A leuk vonden. Als jullie dit te weinig vragen vonden en zeggen, oh, ik wil nog meer. Laat dan even onder de vlog weten wat jullie nog beantwoord willen hebben. Misschien dan kunnen we het meenemen voor de volgende weekvlog. Ja, het mag ook over een ander onderwerp zijn natuurlijk als baby's. Want de volgende weekvlog gaat voornamelijk denk ik over de voorbereiding voor mijn gender reveal party met Mike. Ja, die is namelijk volgende week. Dus daar hebben we de hele tijd voorbereiding. Ik hoor 29 augustus wat het wordt. Dus we zijn gewoon heel benieuwd. Jonge meisje. Ik heb zelf, weet niet wat het wordt. Maar ik denk een jongen. Een meisje. En voor de rest is iedereen ook een jongen. Ja. Dus het is al bepaald. Het is al bepaald, dus we zijn benieuwd. Dus dank jullie wel weer voor het kijken. En we hopen dat jullie het leuk vonden. Ja, fijn dus.